En hier is ook een mevrouw van Amnesty, Siska van Elven. Kunt u mij vertellen wat er nou precies hier gebeurt vanmorgen? Nou, normaal gesproken schrijft Amnesty heel veel brieven naar de regeringen waar mensenrechten geschonden worden. Maar vandaag is het de dag van de rechten van de mens, 10 december. En daar willen we speciale aandacht aan geven. En vorig jaar is voor het eerst in Amsterdam een schrijfmarathon gehouden. Die was zo ontzettend succesvol met heel veel bekende Nederlanders. En daar is 24 uur achter elkaar geschreven. Dan vonden we dat een beetje te veel, maar we dachten laten we het hier in Monnikendam ook eens proberen. Dus we gaan vandaag hier in de tenniskantine van 9 tot 12. Van 2 tot 5 in de Bolder en vanmiddag in het Rooms-Katholiek Clubhuis op Noordeinde ook van 2 tot 5. En daarmee hopen we toch dat we voor mensen wat kunnen betekenen. En dat ze of strafvermindering krijgen of vroeg vrijkomen. En u bent dan van Amnesty. Is dat ook georganiseerd binnen Nederland in diverse groepen? Dus zeg maar van Amnesty Waterland, kan ik dat zo zeggen? Nou, Amnesty heeft ongeveer 140 groepen in Nederland. We zijn wel een van de grootste. Maar ook wereldwijd zijn er natuurlijk veel meer. Maar wij hebben een groep in Monnikendam. En er is een groep in Edam-Volendam. Waar we ook wel eens contact mee hebben. Dat is erg leuk. En er is vroeger een groep in Broekenwaterland geweest, maar die is echt de zielen. En toen wij pas begonnen, dat is dik 30 jaar geleden, toen had je ook een groep in Purmerend. En daar hebben we eigenlijk een beetje onze contacten gelegd en een beetje gehoord hoe het allemaal werkt. Maar die hadden zelfs een theatergroep. Dat was een hele florerende groep, maar ja, jammer genoeg is dat ook helemaal weg. Oké, en ik zie dat er diverse mensen hier zijn gekomen en die schrijven dan brieven aan gevangenen. Nee, ze schrijven brieven aan regeringen om die gevangenen of vrij te krijgen of strafvermindering te krijgen. Of proberen, als die mensen slecht behandeld worden, dat ze een betere behandeling krijgen. Want er zitten natuurlijk heel veel mensen vast die nog helemaal geen proces hebben gehad. Of die gemarteld worden. Als je dat leest, dan is het helemaal schrikbarend. Dus je hebt een beetje het gevoel dat je iets voor die mensen kan doen. En het is voor die mensen zo belangrijk dat ze weten dat er mensen zijn die aan hun denken. Nou, dank u wel. Ik hoop dat het een succesvolle dag wordt. Nou, dat hopen we ook, hè. Hartelijk dank. Goedemorgen. We zijn hier in de sportkantine van de tennisvereniging. En er is vanmorgen, de hele dag trouwens, een schrijfactie van Amnesty International. En er zijn hier mensen die brieven schrijven. En de bedoeling is dan dat mensen die gevangen zitten daarmee onder andere vrij kunnen komen. Ik ga even een paar vragen stellen. Mag ik u vragen waarom u hier bent? Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat we op deze dag, 10 december, de dag van de mensenrechten, dit gaan doen. Ik bedoel, we hebben resultaat, vind ik zelf. We zien toch mensen vrijkomen door deze acties, schrijfacties in het algemeen. Uit uw antwoord blijkt dat u het niet voor de eerste keer doet. Dit doe ik wel voor de eerste keer, maar schrijven op zich doe ik niet voor de eerste keer. We schrijven elke maand, dus... En ik vind het wel positief als we dus reacties krijgen. Dat de mensen dus of eerder vrijkomen of helemaal. Of dat het ze goed doet. Dat ze een rechtvaardig proces krijgen en dat er ook actie uit voortvloeit. Dat er in ieder geval actie uit voortvloeit. Hè? Of het rechtvaardig is. Mag u nog dezelfde vraag stellen? Ja, ik vind het hartstikke belangrijk dat er het vele onrecht wat er nog in de wereld is. En mensen die om niets opgepakt worden en soms jarenlang... In de gevangenis terechtkomen of soms nog erger gedood worden daarvoor. Dat daar mensen aandacht aan besteden, want dat blijkt zodra er publieke belangstelling voor is. En ook dat schrijven is richting het land waar dat plaatsvindt belangrijk. Dat daar dan toch reactie op komt. Dus als voldoende mensen schrijven, heeft dat effect. En waar schrijft u vandaag voor of tegen? Ik schrijf vandaag voor een 16-jarige jongen die opgepakt is omdat ze dachten
dat hij in 2005 drie mobiele telefoons gepikt zou hebben. En over welk land gaat het? Dan moet ik even spieken hoor, want ik heb hem er net uitgepakt. Nigeria, uiteraard. Ja, we hadden het kunnen weten. Nigeria is een van de landen waar het recht niet zo'n normale loop krijgt zoals wij dat gewend zijn in het Westen. Het gaat dus niet alleen maar over volwassenenrechten, maar het gaat ook over kinderrechten. Deze jongen was 16 jaar pas. Dank u wel. Ja, de burgemeester, mevrouw Lucette Wagenaar, is ook hier aanwezig bij de Amnesty Schrijfmarathon. En u bent niet aan het schrijven, maar u was aan het tekenen, vertelde net. Wat was u precies aan het tekenen? Ja, ze hadden mij gevraagd of ik speciaal op briefpapier van de burgemeester van de gemeente Waterland ook een brief wilde gaan schrijven. En dat heb ik gedaan natuurlijk, want we hebben het hier over mensenrechten, over grove schendingen van mensenrechten. Mensen die gevangen worden gezet vanwege het feit dat zij hun mening uiten. En die vrijheid die voor ons zo belangrijk en vanzelfsprekend is, die is in heel veel landen niet zo vanzelfsprekend. En met deze actie wordt aandacht gevraagd aan de regeringen van de bewuste landen om die mensen toch weer op vrije voeten te stellen. U zette daar uw handtekening op een brief en die waren voor speciale mensen of in het algemeen? Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, dat wil ik. De ene betreft een persoon uit Saoedi-Arabië. Die is vastgezet omdat hij vrije journalistiek bedreef. Hij heeft een website opgezet waar mensen hun mening konden uiten. Onder andere vrijheid van godsdienst was iets wat hij ter discussie stelde. Hij wilde daar gewoon een open gesprek over hebben. Die is gevangen gezet en gemarteld. En een andere dame, Liu Ping uit China, die vastgezet is omdat zij ook opriep tot vrijheid van meningsuiting. En die mensen zitten al jaren vast. Maar vanuit hun gevangeniscel gaat hun strijd voor die vrijheid van meningsuiting gaan doen. Nou, dat is prachtig. Ik hoop maar dat het helpt. Hè? Deze actie en alle acties van Amnesty wereldwijd om deze mensen vrij te krijgen. Ik dank u hartelijk voor uw tijd en dat u weer even voor mij hier in beeld wilde komen. Nou, altijd graag gedaan. En ik wou alleen maar zeggen een groot compliment aan al de mensen die hier achter mij bezig zijn. Het heet een schrijfmarathon. Dus zij gaan voorlopig nog even door. Zij gaan heel veel brieven schrijven naar heel veel regeringsleiders. En het is heel belangrijk dat we aandacht blijven vragen, juist voor dit soort belangrijke vrijheden. Ik zei al, Nederland, wij vinden het heel normaal dat we het hebben. En in heel veel landen zijn we daar nog heel ver van af tussen wat normaal is, wat mag, wat eigenlijk een grondrecht is. Ten opzichte van wat er daar met je gebeurt op het moment dat je ook gebruik maakt van dat recht. Dus ik hoop dat al deze acties die ingezet worden in het hele land en misschien wel wereldwijd, dat die gaan leiden tot wat kleine succesjes. En die zijn er. Ze zijn er, dus het is ook echt iets wat werkt. Dat is gebleken. Succes. Ja, dank u wel.